Ruud van Heugten wordt geen lijsttrekker voor het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar maart. Wat is de reden daarvan? Omdat ik voor mezelf toch even een moment wil creëren waarop ik nog eens goed nadenk over mijn eigen toekomst. Of dat ik verder ga in de politiek, of dat ik ook andere opties, eventueel ook buiten de politiek, zou willen ambiëren. Dus ik denk van, nou, dit is een goed moment om eens even een pas op de plaats te maken, dat moment te nemen. En dan moet je geen lijsttrekker zijn, want lijsttrekker, dan weet je één ding zeker, dan ga je ervoor, dan ben je 4 jaar beschikbaar. En dat wil ik even dat moment hebben om eens die rust te hebben voor mezelf, om daarover na te denken. Maar is dit nu een vaarwel tegen de provinciale politiek? Nee, dit betekent nog geen vaarwel tegen de provinciale politiek. Nog, zegt u erbij? Dat klopt, omdat ik voor mezelf alle opties open wil houden. En dat zou best kunnen zijn dat ik in april volgend jaar weer vol energie mee verder ga. Maar het zou kunnen zijn dat ik een andere afweging maak en voor andere zaken zou kiezen. En waar moeten wij dan aan denken? Ja, als ik dat wist, dan zou ik het u graag zeggen, maar ik weet het zelf nog niet. Nee. Maar liggen de ambities binnen de politiek? Of zegt u van, nou ja, na al die jaren Tweede Kamer, gedeputeerde, alweer een paar jaar lijsttrekker geweest voor CDA in 2011. Dat is wel genoeg nu? Ja, ik ben sinds 1998 ben ik politiek actief. En daarvoor heb ik heel lang ook in het bedrijfsleven gewerkt. En voor mij zijn allebei de opties liggen open. Dus ik sluit niks uit. Ik wil me eigenlijk daar breed even op oriënteren. Dus ik ben nog niet zo ver dat ik kan zeggen van, nou, dit wel of dat niet. Geen lijsttrekker, maar ook niet op de lijst bij de Provinciale Statenverkiezingen? Nee, want ik denk als je op de lijst gaat staan, dan geef je aan de kiezers aan van ik ben beschikbaar voor Provinciale Staten, dan wel zeker als gedeputeerde. En ik denk dat moet je de kiezer niet voor de gek houden. Ik ben daar heel duidelijk in. Dit is mijn positie. Ja. Maar als het CDA weer gaat regeren in Brabant en er wordt aan u gevraagd, zou u verder willen gaan met een paar wegen aan te leggen nog, dan zegt u ja? Het aanleggen van wegen is heel belangrijk in Brabant, dus daar moeten we echt zorgvuldig en goed mee om blijven gaan. Maar ik sluit niks uit om dat wel te zeggen of nee te zeggen. Dat moment dat komt tegen die tijd. Daar moet nog wat over nagedacht worden. Precies, ja. Dank u wel.